Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. Tube Hazel, je hebt verliezen en heel zuur verliezen. Ik denk dat deze wedstrijd toch onder de laatste viel, of niet? Ja, beide wel. Het is gewoon een slechte wedstrijd geweest van ons. En daarnaast ook ongelukkig. Ik denk als je tegen een ploeg gaat, Snake verliest op deze manier. Snake is ook gewoon een matige ploeg, dan doe je iets niet goed. Op een gegeven moment komen we op 0-1 achterstand door een eigen goal. Kun je mij een beetje uitleggen hoe dat ging? Volgens mij erg ongelukkig namelijk. Ja, dat was een ongelukkig moment. Ik denk dat we aan de rechterkant niet helemaal goed stonden. We konden links buiten van hun doorkomen en uiteindelijk tik ik hem in de eigen goal, want mijn man liep in mijn rug. En toen liep ik op volle snelheid en de voorzet was eigenlijk iets achter ons beiden. Toen kwam hij op mijn stambeen en toen kon ik hem niet meer ontwijken. Dan volgt, dus, dat gebeurt al op de, volgens mij de vijfde minuut. Vervolgens, een paar minuutjes later, komt er een 2-0 door een penalty. Ik kon het zelf niet zo goed zien, maar je stond er volgens mij zelf ook naast. Hoe gebeurde dat? Ja, ik denk dat we gewoon weer niet goed stonden. Weer aan dezelfde kant. Te veel ruimte bij de rechtsback van ons, waardoor die 1-op-1 kwam en de rugdekking kwam te laat. En uiteindelijk stapte Thomas net verkeerd in en is het een terechte panel, denk ik. Los van de eerste 10 minuten, dat het dus gebeurde, heeft dat de hele wedstrijd ook gemaakt? De eerste 10 minuten hebben ook gewoon de hele wedstrijd meteen besloten, of niet volgens jou? Nee, dat denk ik niet. Ik denk als je nog 80 minuten hebt, dan kan het zeker tegen zo'n ploeg nog. Alleen, ja, ik denk dat we de periode daarna hebben ook gewoon te weinig gebracht. Ik denk pas na een half uur of zo hebben we pas... kwamen er iets beter in en toen waren we duidelijk de betere ploeg. We scoren net de 2-1 voor de rust, dat is een goed moment. Maar de tweede helft hebben we ook weer te weinig gebracht en dan verdien je het niet meer om te winnen. Eigenlijk helaas dus verdient geen punten vandaag. Ja, ik wil niet zeggen dat we verdiend verloren hebben, want Snake vond ik ook matig. Maar we hadden ook niet verdiend om te winnen, daar hebben we te weinig voor gebracht. Super, dankjewel. Volgende week met 3 punten. Ja, hopelijk wel. Ja. Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi. Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.